sporthal De Tinnegieter in Beuningen krijgt een nieuwe gevel. Er zijn namelijk fouten gemaakt bij het aanbrengen van de huidige gifgroene gevelbedekking. De dampwerende folie in de constructie is verkeerd aangebracht, zo bleek onlangs uit onderzoek. De nieuwe gevelbedekking wordt onderhoudsvriendelijk, zodat er niet meer geschilderd hoeft te worden. Het gaat de gemeente bijna 90.000 euro kosten. De nieuwe kleur is nog niet bekend.